Yo guys, Gletsch hier met vandaag een nieuwe video. En vandaag is de uitslag van de Elberg Award 2017 en ben ik jarig geweest. Ja. Ik ben ook 18 jaar geworden en dat is wel een speciaal getalletje. En geloof me als ik zeg, ik echt een kut verjaardag gehad. Ik moest heel erg aan mijn gip werken en het fucking sneeuwde. 17 maart. Bijna lente. Fucking 17 maart. Fucking sneeuw. Maar dat terzijde. Ik kan nu uitreiken waar iedereen voor is gekomen. De motherfucking IJsberg Award. Hell yeah. We gaan er gewoon invliegen met de eerste vraag. Wie is Queen IJsberg 2017? Vorig jaar was dat Petertje Zeven Geurens. Maar dit jaar is dat Bart de Pauw met een derde van de stemmen. Ondanks het overschrijdend gedrag heeft hij toch die award voor Queen IJsberg. Zijn carrière valt nog te redden. Dan de volgende vraag. Wat is de beste Let's Play van 2017? De stemmen waren eigenlijk heel gelijk verdeeld. Maar was alleen een Let's Play die één stem minder had en een Let's Play die één stem meer had. Als de rest, of dan de rest, ik weet niet. Ja, dan de rest. En degene die een stem minder had was Half-Life Opposing Force. En degene die een stem meer heeft en wie dus de IJsberg Award van beste Let's Play 2017 heeft gewonnen is... En dus de IJsberg Award van de beste Let's Play 2017 heeft gewonnen is Outlast Whistleblower. Ik vond dat zelf persoonlijk ook de leukste Let's Play. Die was gewoon kort en krachtig, eng en leuk. Dat was gewoon een leuke Let's Play. En dan, wat is de beste video van 2017? En hier is het dus goed misgegaan met sommige mensen. Je mocht dus vrij invullen en iemand had geschreven, alles. Thanks. En dan was er nog iemand anders en die had geschreven, geil. Siebren, why you do this? No u. En dan was er iemand die had geschreven, CSGO. Gewoon CSGO. Dat was het, gewoon CSGO. Niks erbij ofzo. Er zijn zeker niet meer dan 10 video's van CSGO geweest. Maar de video met de meeste stemmen was toch Belgium Hypixel UHC seizoen 1 trailer. En dat is echt wel leuk om te zien, want in die video zat fucking veel tijd. Eigenlijk in het proces van Belgium Hypixel UHC seizoen 1 zat er eigenlijk heel veel tijd. En dat is echt gewoon leuk om te zien dat dan toch, dat toch de leukste video van 2017 is geworden. En ik hoop ook binnenkort informatie te kunnen vrijgeven over Belgium Hypixel UHC seizoen 2. En het ziet er misschien niet zo uit, maar zo'n seizoen neemt wel meer tijd in beslag dan je denkt. En dan had je vorig jaar de vraag, wat is het beste of wie is het beste gamekarakter van mijn Let's Plays? Deze jaar is die vraag opgedeeld in 3 deelvragen. En de eerste vraag ging als volgt, wie is de beste protagonist van mijn Let's Play? Het was eerst een nek en nek race van Blake Langerman van Outlast 2 en Gordon Freeman van Half-Life, maar uit het niks is Jesse van Minecraft Story Mode gewoon iedereen voorbij gestoken. Dat is wel een nipte overwinning, maar Jesse van Minecraft Story Mode is dus gewonnen. Dan de voorlaatste vraag, wie is het beste nevenfiguur van mijn Let's Plays? Ook hier een nek en nek race tussen G-Man van Half-Life en Lynn Langerman van Outlast 2. Maar is dan toch uiteindelijk G-Man geworden. En dan de laatste vraag. Wie is de beste antagonist van mijn Let's Plays? En de stemmen verschillen hier heel hard. Ik denk dat bijna iedereen op iemand anders heeft gestemd. Maar toch niet iedereen. Want er is er eentje die er bovenuit schiet. En dat is Frank Manera. Of ook wel Oswald. Had ik die Oswald genoemd? Denk het wel. Oswald van Outlast Whistleblower heeft de IJsberg Award van de beste antagonist gewonnen. Dit waren dan de IJsberg Awards. Outlast Whistleblower heeft er 2 gewonnen. Half-Life heeft er eentje gewonnen. En Minecraft Story Mode heeft er ook eentje gewonnen. Outlast 2 heeft er 2 net niet gewonnen. Ja, dat is een beetje zuur, maar Outlast Whistleblower was toch veel toffer dan Outlast 2. Vond ik dan toch. Maar dit waren de IJsberg Awards. Volgend jaar komen de IJsberg Awards zeker terug. Dus stay tuned for that. En dit was dan ook de video. En als je me leuk vond, was het een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer. En ik zeg ciao. Bedankt om te luisteren.